Hoi, ik kom net terug van de kwinteloieren. Die was vandaag. En ik heb vanochtend stond ik op met heel veel misselijkheid overgeven. Toen hadden we een herdenkingsdienst van een opa van een vriendin van mij. Daar heb ik ook overgegeven. En daarna heb ik dus de kwinteloieren gedaan. Heb ik ook weer overgegeven. Wat ik een beetje vreemd vind. En ik ben de laatste tijd moe en last van mijn tepels. Dus ik dacht, misschien ben ik toch wel zwanger. Het is een beetje vroeg, dus ik heb een beetje een oude test genomen. Als die dan negatief is, dan ga ik het gewoon na het weekend nog een keer doen. Maar als die positief is, dan weet ik het alvast. Niemand thuis. Dus het is even een momentje voor mezelf dat ik dit kan ontdekken. Of het weer zo mag zijn. Dus dat moest ik natuurlijk vastleggen. Ik heb hier Sticky. En ja, het is voor mijn hoofd. Moet ik even met mijn hoofd aan de kant. Dan zie je het misschien wel. Ik zie één lijntje. Ik weet niet of je het kan zien. Eén lijntje, dat betekent niet zwanger. Zien jullie er wel twee? Ik heb natuurlijk wel snel gekeken, maar. En het is nog wat vroeg, dus het telt ook niet helemaal. Maar het lijkt gewoon op één lijn. Dus niet zwanger deze maand. Kunnen we weer gewoon chillen. Volgende maand een nieuwe kans. Vorige week is mijn vader overleden. Ik doe even fluisteren. Die heb ik deze week gemerkt met mijn familie en alle vrienden. En ik moet eigenlijk niet testen, maar ik kan zo goed nieuws gebruiken. Dus ik heb toch besloten om nu een test te gaan doen. Dus ik heb een hele cheapie one. Want het is eigenlijk nog een dag te vroeg om te testen. Maar ik kan niet laten. Dus ik ga het toch testen. Oké, we gaan kijken. Je ziet het niet. Oh my god. Ik ben zwanger. Oh my god. Wij zijn zwanger. Ik dacht toen ik het gedaan had, dat ik dit zo'n dom idee om het nu te doen, want als het negatief is, dan ben ik helemaal verdrietig, maar ik gewoon positief. Ja, we zitten in week 4 dus, hè. We mogen weer opnieuw beginnen met vloggen. Dat vind ik heel leuk. Wat wou ik zeggen? Oh ja. Ik ga vandaag mijn wimpers laten doen, want we gaan volgende week op vakantie. En ik dacht, dan heb ik mijn wimpers gedaan, dan zie je er altijd zo goed uit als je je wimpers hebt gedaan. En wat ik ook wilde zeggen is dat ik de reactie van Nicky dacht te filmen, maar ik had schijnbaar twee keer op recording geklikt, waardoor die niet recordde. Dus de reactie van Nicky heb ik niet op beeld staan en die was zo lief. Hij zei: Ben je zwanger? En toen was hij heel blij, toen kreeg ik een knuffel en Olivia zat erbij en die ging ook mee knuffelen. Dat was echt super schattig, maar ja, dat hebben jullie dus gemist. Maar ik zal kijken of ik hem nog op beeld kan krijgen over wat hij ervan vindt.
dat hij dat ook even aan jullie vertelt. En future baby natuurlijk, hè, dat hij ook hoort wat zijn of haar papa zegt over de aankondiging dat we zwanger zijn weer. Echt, echt leuk. Het is wel een beetje dubbel natuurlijk, omdat mijn vader onlangs is overleden. Dus er komen, ik heb heel veel emoties en dat komt denk ik ook door, ja, door het verdriet gewoon wat je hebt van als je vader overlijdt. Ik heb ergens ook het gevoel dat het door de hormonen nog even 10 keer zo zwaar is of zo. Dus ik ben wel best emotioneel. Maar dat mag niet meer, want ik ga dus nu die 5 wimpers doen en dan mag ik niet meer huilen. In ieder geval 24 uur niet. Ja, dat wou ik nog even delen. En we hebben echt zoveel mooie bloemen en kaartjes gekregen van mijn vrienden en familie. En zelfs van jullie ook, van de community, een paar kaartjes. Daar zit ook nog een bos bloemen. Ja, het is echt heel lief hoe iedereen meeleeft met het grote verlies van mijn vader natuurlijk. Dolores, kom maar. Dolores heeft ook nog leuk babynieuws, hè? Ga jij je babytjes maar eens even laten zien, Dolores. Waar zijn jouw baby's? Laat ze maar eens even zien. Waar zijn ze? Deze kant op. Nou, in de garage hebben we dat staan. Kijk. 3 babytjes. Daar zijn jouw baby's, Dolores. Ja, jij is een goede mama, hè? Dolores zit bij mijn benen te kroelen. Hallo, schatje. We hebben dus een heel mooie... De voorraadkast hebben we omgetoverd tot nestje voor de babypoesjes. Oh, die met die streep wil wat vertellen. Ze zijn zo schattig. Ik zou ze allemaal wel willen houden. Oh, ze vinden denk ik mij stinken. Ik heb net crème opgedaan die best wel ruikt. Dus ik denk dat ze me vonden stinken. Dus gauw weg. Ik wil die beestjes niet tot last zijn. Dus je kunt er nu nog ook niks mee hoor. Je mag ze nog niet oppakken. Dus dat komt allemaal pas na onze vakantie. Maar ze zijn wel heel schattig. Het is echt heel leuk. Het was de dag dat mijn vader overleed. De dag daarvoor waren ze geboren. Heel dubbel. Dat gaat allemaal maar door elkaar heen. En dan ook nog zelf zwanger zijn nu. Het is echt een rollercoaster van emoties de afgelopen tijd. Dat kan ik wel zeggen. Week 4 is een rollercoaster van emoties. Maar goed, we gaan nu de wimpertjes doen. En dan gaan we gewoon lekker doorzetten met deze vlogs. Hè? Ik vind het heel leuk om te vloggen voor mijn zwangerschap. Ik heb dat bij Olivia natuurlijk gedaan. Ik vind het heel leuk om terug te kijken nu. Ook om te vergelijken. Omdat ik steeds de klachten vertelde die ik had en zo. Wat er gebeurde. En dan kan ik het een beetje vergelijken met elkaar. Vind ik zelf heel leuk. En wellicht jullie ook. De enige klacht die ik nu dus heb is mijn hormonen. Dat ik emoties heb. Maar ja, is dat echt van de zwangerschap? Dat is discutabel. En ik ben ook wel moe. Dus dat is nieuw. We zijn ondertussen eventjes een badkamer aan het uitzoeken. Die gaat binnenkort geplaatst worden. Dus het even... zou in theorie hetzelfde moeten zijn. Nou, dat is misschien wel mooi om erbij. Maar daar hebben we niet echt ruimte voor, hè? In de hoek, toch? Oh nee, want... Oh ja, oh ja, nee, 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 nee. Kijk, hier is de... Nee, je zou eventueel nog daar schappen kunnen. Maar dat zou ik niet tegenover de douche doen, trouwens. Misschien boven de toilet schappen met de handdoeken. Waar je handdoeken op legt. Ja, dat moeten we nou bedenken. Of hier tussen, maar ik weet niet hoeveel ruimte er is. Ja, maar anders kan dat niet, hè? Dus ik kan niet zeggen, ik doe het later. In het badmeubel? In het... Ja, dat zou kunnen. Ja. Dus het kan in het badmeubel, dat kan. Ja. Voor de rest kan het niet. Ja. Anders dan moet ik een smallere wastafel nemen. Nee. En dan een hoge kast ernaast. Dan zou het wel kunnen. Nee, dat hoeft niet. Weet je zeker? Twijfel nu een beetje. Ja, dan naast de douche dan nog toch een kast. Tussen de douche en het toilet. Zo, mijn wimpertjes zijn gedaan. Ik ben er heel blij mee. Ik voel meteen alsof ik helemaal full glam ben. Terwijl letterlijk alleen mijn wimpers zijn gedaan. Ik ben daarna naar de Action geweest. Want wat ik altijd doe als we op vakantie gaan.
met Olivia is natuurlijk nu geen baby meer. Dus het is zo dat ze de hele vlucht slaapt of zo. Wat ik doe is ik pak cadeautjes in dat ze ieder uur wat open kan maken. Dus dat heb ik gekocht bij de Action. En al van die Prularia dingetjes. En ik ben een beetje overboord gegaan met alles wat ik heb gekocht. Dit stapeltje is wat ik inpak voor de vluchten. Heen en terug. Moet ik even kijken. En dit heb ik stiekem voor Nicky gekocht. Dat weet hij niet. Ga ik ook inpakken. Als hij vervelend is op een vlucht, krijgt hij ook een cadeautje. Nou, snackies. Ik vond Olivia's helemaal dol op Nutella. Of op pasta noemt ze het. Dus ik dacht, dit is echt de perfecte snack om haar weer even zoet te houden. Nou, die Smarties vindt ze vast lekker. Snoepjes. En dan heb ik verder voor de trip ook nog wat praktische dingen gekocht. Zoals een klein potje vaseline. First aid kit voor bugs en bites. En ook nog een first aid kit. Hier zit ook een scissors in. En heb ik kinderpleisters en gewone pleisters. Heb ik citroenkaarsjes voor als we op het terras, op het balkon zitten en er zitten beesten. Dan gaan die weg. Nou, dit vond ik een leuk cadeau ook om in te pakken, maar dat is voor op vakantie. Dit zijn allemaal dingen die niet handig zijn in het vliegtuig om uit te pakken. Deze ook, dat moet je niet in het vliegtuig willen doen. En een strandbal en een bootje. Dus die ga ik ook inpakken. Dus dat zijn een beetje de dingen die ik gekocht heb. Ik weet niet waar we gebleven zijn, want ik ben in de tussentijd badkamertegels gaan uitzoeken in Tiel met Nicky. Maar wat ik de vorige keer fout deed, is dat ik voor de terugweg geen dingen had. Dus ik ga nu ook voor de terugweg dingen inpakken. Dit is zoiets dat lijkt me beter voor de terugweg. Want anders zitten we met die meuk de hele vakantie. En dat is dan vies. Dus die pak ik voor de terugweg in. En dit kan sowieso voor de terugweg eentje en wat snoep. Nou, dit moeten we op vakantie gebruiken natuurlijk. Dus misschien deze stickers ook voor de terugweg. Of deze misschien, dat is voor de nagels. Stickers, ook wel leuk. Ja, het is echt een prinsesje hoor, die kleine. Oké, ik ga eens even beginnen met inpakken. Nou, het is een beetje een slagveld geworden, maar ik heb alles ingepakt wat ingepakt moest worden. Dus dat ga ik nu in de koffers doen en in de handbagage. Deze week gebeurt er een hele hoop, want we zijn dus aan het inpakken. Maar we zijn dus ook die badkamer aan het bestellen. Daar zijn de eerste spullen van binnen. En we hebben nog meer besteld. En dat is ook vandaag binnengekomen. Dat is onze nieuwe tuinzet, deze hiervoor. We hadden dus nog geen tafel in de tuin. Dus het is wel heel fijn dat we buiten kunnen eten. En ik ga ook even laten zien de spullen in de garage die we al hebben. Ja? Nee, ik ben aan het praten tegen de vlog. Kijk, poesjes. Oh, koetje koetje. Zo schattig. Wat zeg je? Miauw. Dan ben je mama kwijt. Ja, die is er even niet. Kijk, daar zijn de eerste spullen voor de badkamer. Die zijn al binnen. Dus het is de badkuip. En douchescherm en zo. Dus een hele hoop dingen die er nu gebeuren. En dat is natuurlijk wel heel leuk. En nu ga ik onderweg naar de wenkbrauwen. De Brow Bar. De Brow Club. In Culemborg. En ze gaat ook mijn nagels doen. Dus dan ben ik helemaal ready voor de vakantie. En ik heb dus ook een soort zelfspray gedaan om bruin te worden, maar dat is nog niet helemaal. Dat werkt nog niet helemaal. Dus misschien moet ik het nog een keer doen. Ik heb hem tot hier gedaan.
Maar ik zie nog geen verschil. Wil jij er niet op? Nee, natuurlijk niet. Hoezo niet? Waarom niet? Ik heb mijn wenkbrauwen ook neer. Ik ben er heel blij mee. En mijn nagels zijn ook heel mooi. Tadaa, dat wil ik even laten zien. Sorry.